Bonjour, in dit filmpje ga ik je voorstellen aan de BFRL 480. Dit is een LED ringlamp en ik ga je natuurlijk laten zien hoe die werkt en wat die doet en wat die kan. Maar vooral wat jij ermee kunt gaan doen. Maar eerst even in het algemeen, wat is een ringlamp en waarom wil je er een? Dat rijmt. Een ringlamp, het woord zegt het eigenlijk al, is een ronde lamp. En door die ronde vorm krijg je een hele goede spreiding van het licht en heb je vrijwel geen schaduwen. En dat heb je bij ander studiolicht meestal wel. Of je nou werkt met een videolamp op je videocamera of met twee losse studiolampen op statieven. Helemaal zonder schaduw wordt het nooit. Er is altijd wel wat schaduw onder de neus, onder het haar, onder de oren, onder de kin. Nou is dat op zich niet zo erg. Bij portretfotografie wil je juist ook wat schaduw, omdat schaduw wat meer diepte geeft en wat meer contrast aan je portretfoto. Je model lijkt gewoon veel mooier te spreken op een foto die aan de ene kant wat lichter is dan aan de andere. Een ringlamp laat je onderwerp of je model eigenlijk een beetje plat lijken. Je hebt helemaal geen schaduw in het gezicht en daardoor lijkt het gezicht heel plat. En dat is net wat heel veel mensen willen. Want dit soort ringlampen zijn ontzettend populair bij visagisten, make-up specialisten, beautyvloggers en eigenlijk iedereen die bezig is met make-up en visagie. Waarom werken visagisten nou zo graag met een ringlamp? Nou, precies omdat een ringlamp dus het gezicht plat maakt en geen schaduw in het gezicht zijn, kun je precies zien wat het effect is van de make-up die je aanbrengt. Als je een model fotografeert bij normaal studiolicht, dan is het altijd maar de vraag, ja, het ziet er wel mooi uit, maar ligt dat nou aan het licht of aan de make-up die ik net heb aangebracht? Als je een ringlamp gebruikt, dan weet je in elk geval zeker dat datgene wat je ziet, dat dat gewoon jouw werk is en niet dat van het licht. En even los van visagie, ook voor portretfotografen is een ringlamp geweldig, omdat je een hele mooie ronde reflectie krijgt in de ogen. Voor een optimaal resultaat adviseer ik wel om 1 of 2 extra lampen te gebruiken voor wat meer dieptewerking. Maar je zult echt versteld staan van die ogen. Let op die ogen, echt een fantastisch bijzonder effect. Even terug naar de BFRL 480. Dat getal in de naam slaat op het aantal LED-lampjes wat hier achter deze diffuser zit. Die diffuser is een soort transparante kap die ervoor zorgt dat je die lampjes zelf niet ziet zitten, maar dat het licht als één geheel door de voorkant naar buiten komt. Wat krijg je allemaal bij deze lamp geleverd? Nou, ten eerste een lamp natuurlijk, logisch. Een netstroomadapter voor in het stopcontact. En een smartphoneadapter. Je kunt hier je smartphone inklikken, je kunt dit uitschuiven en dan past hij zich automatisch aan elke smartphone. Dat geheel klik je er vervolgens op en dan kun je je smartphone in de juiste richting buigen, hoe je hem ook maar hebben wilt. Ik ben zelf niet zo'n grote fan van het filmen met een smartphone, doe dat liever met een videocamera. Maar er zijn heel veel mensen die het wel doen en er valt best wat voor te zeggen. Je kunt immers je filmpje dan direct uploaden naar Facebook en YouTube en Instagram. Nou, ten tweede is er een afstandsbediening. Daarmee kun je de lichtintensiteit, dus de felheid en de kleurtemperatuur op afstand aanpassen. Ik laat zo meteen zien hoe dat werkt. En als derde accessoire, zoals wij in Groningen zeggen, er zit een spiegeltje bij. En daarmee kun je de lamp behalve als foto-videolamp dus ook gewoon als make-up spiegel gebruiken. Je monteert de spiegel hier in het midden. En dan draai je dit even aan. Zo. En klaar ben je. Je kunt hem ook tegelijk gebruiken met een camera. Dan monteer je de camera hier bovenop. Er zit ook een schoentje. Of je ruilt het om. Dan zet je de camera in het midden neer en de spiegel erbovenop. Je hebt in de webshop vast al wel gezien dat deze lamp een tikkie duurder is dan andere ringlampen. Waar zit hem dat in, vraag je je af. Ga ik je uitleggen. Behalve die leuke extra's die je erbij krijgt, zit hem ook in het licht zelf. De LED-lampjes kunnen namelijk twee bijzondere dingen. Je kunt ze traploos dimmen, dus de lichtsterkte heel precies afstellen. Veel andere ringlampen kunnen alleen maar aan en uit. Wil je daarbij dus meer of minder licht, dan moet je met de instellingen op je camera gaan spelen. Met een ringlamp waarbij je de lichtsterkte kunt aanpassen, ben je dus veel flexibeler. Behalve de lichtintensiteit kun je ook de kleurtemperatuur aanpassen. Je kunt de lamp instellen op 3000 Kelvin tot 5500 Kelvin en alle waarden daartussenin. En daarmee kun je het licht dus variëren van warm geel, een beetje zonlichtachtig, tot neutraal wit. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken in situaties waarbij het model heel bleek is en dan maak je het licht wat warmer en dan ziet het model er meteen wat gezonder uit. Maar je kunt het ook gebruiken om het licht aan te passen aan het omgevingslicht. Dus als het omgevingslicht wat warmer is, dan stel je wat warmer in. Op het moment dat je vrij koel licht hebt, ja, dan zet je hem op 5500K. Omdat het een LED-lamp is, heeft hij natuurlijk een enorm lange levensduur. Bij normale lampen moet je na verloop van tijd de lamp wisselen. LED-lampjes gaan, nou in ieder geval deze, die gaan echt tienduizenden uren mee. Dus dan moet je hem jarenlang fulltime aan laten staan voordat hij kapot gaat. Dus dat scheelt je uiteindelijk in de portemonnee doordat je nooit lampen hoeft te vervangen. En zoals alle LED-lampen wordt hij gewoon niet warm. En daar zit er ook geen koelmotor in gebouwd. En dat is natuurlijk wel zo fijn als je ermee gaat filmen, want een koelmotor maakt lawaai en dat wil je gewoon niet op de achtergrond hebben als je aan het filmen bent. En last but not least, het is LED, super energiezuinig en dat is natuurlijk ook super goed voor onze planeet.
Belangrijk om te vermelden, er zit geen statief bij. De lamp kan niet uit zichzelf staan, dus je hebt wel een lampstatief nodig. Je kunt dus helemaal zelf je eigen lampstatief kiezen. Je vindt in onze webshop heel veel verschillende. Maar als ik je een tip mag geven, pak nou niet het meest goedkope, simpele statief. Deze lamp is best groot en zeker op het moment dat je daar ook je camera aan gaat koppelen en een make-up spiegel, ja, dan heeft het wat gewicht. Heeft het gewoon een stevig statief nodig. Een stevig statief heb je al voor 25 à 30 euro en dat is ook meer dan zat om deze lamp fatsoenlijk te dragen. Tot slot kun je de lamp ook 100% draadloos gebruiken. Achterop zijn namelijk twee plekken voorzien voor accu's. Je klikt de twee accu's achterin en daarmee kun je de lamp dus volledig draadloos gebruiken of je nou stopcontact hebt in de buurt of niet. Deze accu's kun je zelf los bijkopen. Je vindt ze onder dit product als optioneel accessoire. Kun je ook een lader erbij kiezen, etc. Dit was het eigenlijk in de notendop. Als je nou nog vragen hebt, dan mail of bel gerust. En anders wens ik je alvast heel veel plezier met je ringlamp.